Oh, hij hit hem aan de zijkant. Oh! Nou, het toffe van deze game is dat de physics heel erg realistisch zijn. Dus er zijn mooiere race games, zeker weten. Alleen, of je ze toffer als dit gaat krijgen qua realisme, weet ik niet helemaal. Ik zal je een ideetje geven. Als je bijvoorbeeld tegen een boom aan zou rijden, wat er zou gebeuren. Dus daar gaan we dan. Mijn wiel zit scheef, zoals je ziet. Ja, dat gebeurde inderdaad. Nou, wat we gaan doen, we gaan deze auto hier zo op de weg zetten. En dan gaan we een nieuwe auto inspannen. En daarmee gaan we er tegenaan rijden. Ik heb er zin in. Daarvoor lijkt het mij wel leuk om een wat grotere auto te pakken. Dus laten we zeggen, niet gelijk een truck of zo. Maar een politiebakkie. Waarom ook gewoon niet? Oké. Nou, dan gaan we even een stukje rijden. Die auto staat er nog. En dan niet crashen, David. Niet crashen. 60 miles per hour, dat lijkt me wel genoeg. Oh, hier kunnen we keren. Gassen en beuken maar. Waarom kon ik het niet zien? Wat is dit? Laten we er een nog dikkere neerzetten. Een off-roader. Might as well, toch? Hey, daar gaan we dan. Deze is nog sneller. Oh. Huh? Later auto, veel plezier. Komt door de vering, denk ik. Daar gaan we. En deze keer goed. Oh, wat gaat het snel. 60. Oh, man. 16 keer zo langzaam. Oh, hij hit hem aan de zijkant. Oh! Gaat hij over de kop? Yay! Auto is de deur ligt eruit. Dan zetten we ze gewoon allemaal neer hier. Wat dacht je daarvan? Oh ja. Een stukje naar achteren met je truck. Oh man, dit wordt een slachting. Gaat er wat overblijven, denken jullie, van het busje? Dit ding gaat echt kapot snel voor een vrachtwagen. Daar willen we hebben. Gaan we dan, jongens. En... juist! Fuck de police! Wow, daar staat ze in de hens, joh! Ik sta in de hens! Dan wil ik ook in de auto. Oh, dit gaat zo verschrikkelijk fout. Oh, nee, dit gaat te snel. Oké, Need for Speed, underground. Coming straight from the underground. Wat kan er gebeuren, jongens, als we een boom tegenkomen? Beetje remmen, bochtje. Oh, oh, nee, boom! Oh, we gaan heen! Ik weet het niet meer, ik zie niks. Oh my god, we survived! We hebben het overleefd met al die dingen. Daar ligt mijn voorbumper. Juist! Wow. In ieder geval genoeg vermogen in. En dan gaan we kijken of we de bochtjes voor elkaar kunnen krijgen, jongens. En dan niet tegen een boom. Wat je ook doet, niet tegen een boom. En zo meteen ook nog wat ding ontwijken. Oh my god, dit is toch fucking eng dit. Beter dat je hier... Hallo, vrachtwagen. Ja. Straks komt er een bocht, die kan ik nooit maken. Oh. Die bocht is hier. Nee. My freaking god, dude. Ik wil het nog een keer doen. Spawn nieuwe auto. Nou, I think we made it. Wee-oe. Toet. Let's go. Met de politieauto gaat het waarschijnlijk een stuk beter. Gaan we deze keer over de brug heen en kijken wat daar is. Want ik ken de map eigenlijk helemaal niet eens, joh. Hey, daar staat mijn autootje uit te fikken. Hallo, autootje. Ja, oké. Gassen, we moeten achter de team beneden. Politieauto, rustig blijven, op de weg blijven. Ja. En pak die bochtjes. Holy shit, man. Zo, en welkom in het altijd prachtige, mooie, brede, grote Utah. En ik heb een beetje het verkeerde auto hiervoor. Dus we moeten wel even iets anders zoeken. Maar ik ben benieuwd hoe een off-roader hier zou doen, eerlijk gezegd. Dus wat zou een beetje kunnen off-roaden? Maar ik denk dat ik redelijk snel ga crashen.
Oké, go. Oh, we gaan off-roaden, jongens. Ik was een hoge berg beklimmen, man. Juist! Kijk hier links dan. Oh, dit is elke jongens droom, hè. Lekker off-roaden. Ergens in Utah. Alleen dan moet je er natuurlijk niet afflikkeren. De bedoeling is om een beetje hoog te kunnen komen. Ik weet niet of dat hier kan. Wij komen op zo'n plateautje terecht als we hier afgaan. Oh god, oh god. Oké, we gaan het spannender maken. Voor mij is het hier al... Nee, wacht, we gaan naar beneden. Ho. Oh. We gaan niet naar beneden. Nee, dat is niet de bedoeling. Oh nee, het gaat omhoog. Aight. Let's go. We willen nog hoger, hè. En dan gaan we naar beneden flikkeren. Kijk wat er gebeurt met dit ding. Ja, het is alleen maar zo'n weggetje eromheen waarschijnlijk. Oké, dan gaan we hier naar beneden. En we doen het in slow motion. 2 keer. Naar achteren. Rup. En go. Uh-oh. God, wat ziet dat er cool uit? En wat is er over van het bakkie? Nee, had je niet overleefd. 100% zeker van niet. Fucking vet. Nou, ik hoop dat jullie deze game leuk vinden. Ik vind het leuk. Ik wil het best nog een keer opnemen. En misschien andere dingen laten zien. Bijvoorbeeld een head-on collision met 2 auto's. Of hoeveel auto's kan 1 truck... kapot maken. Dat soort dingetjes. Laat het maar even achter in de reacties wat jullie graag zouden willen zien. En ik zou het heel erg waarderen als jullie even liken en abonneren op DDG. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Later.